Hey, ik weet niet veel over voeding, maar sporten doe ik al bijna heel mijn leven. En het is gratis. En dat is wat ik op dit YouTube-kanaal met jou wil delen. Hoe kun je op een regenachtige dag, en je hebt geen zin om naar de sportschool te gaan, maar je wilt je lichaam wel even sterk houden, hoe kun je dan een paar oefeningen doen? De eerste oefening is voor de buikspieren, om die lekker strak te krijgen. En het kan gewoon vanuit huis, als het een regenachtige dag is, je hebt geen zin om naar de sportschool te gaan, maar je wil wel fit blijven, sporten is gratis, kun je de L-sit doen. Als dit te zwaar is, en ik deed dit wel eens op werk, gewoon naast een collega lekker praten, kun je ook aan het randje van je stoel zitten en dan langzaam je benen optrekken. Doe je 5 keer. En het gaat er denk ik in het leven niet per se om dat we een grote keuze maken om te gaan sporten, zoals met nieuwjaar, maar dat we elke dag gewoon lekker bezig blijven. Ben je klaar voor de volgende oefening? Let's go! Heb je een bank in huis en wil je je bovenlichaam trainen, dan is dit de tweede oefening. Aan de rand van de bank, handen, armen goed gestrekt en dan rustig langzaam zakken. Zorg ervoor dat de ellebogen naar buiten uitsteken. Als je ze zeg maar binnen houdt, dus tegen het lichaam aan, kan je last krijgen van je ellebogen. Dus je moet even aanvoelen wat voor jou het fijnste voelt. Ik hou ze naar buiten. Dan pak ik de tricep en de borstspieren. Ben je klaar voor de volgende? Heb je nog niet zoveel kracht in je armen? Hierbij de derde oefening. Tegen de achterkant van de bank aan als je een bank thuis hebt. Benen, hè, des te verder je ze van de bank weg doet, des te zwaarder de oefening. Komt meer druk op je armen en je bovenlichaam. Des te dichterbij je het doet. Echt, ik geloof iedereen zou dit kunnen. Doe je een beetje met de knieën meezakken. Help jezelf omhoog. En zo train je je armen. Volgende oefening. Oké, de laatste oefening heeft te maken met de lenigheid van je vingers. Je klikt op de abonneerknop. Like, laat misschien een reactie achter en dan zie ik je de volgende keer.